Het gedrag van Soy Kroon stoort Juice-koningin Yvonne Koldewijer mateloos. De acteur en presentator, die gisteren als sidekick aan tafel zat bij Khalid Sophie, voelt zich volgens haar helemaal een ster nu hij is doorgebroken als BNR. Ik ken Soy dus al een jaar of 15, misschien 12 of zo, legt ze uit op haar betaalde Juice-kanaal. Soy en Yvonne begonnen hun carrière beiden in hetzelfde musical-circuit. Ze kennen elkaar al sinds, voordat we allebei ooit een hoofdrol hebben gespeeld. Wij kenden elkaar dus als in, toen zei hij nog gedacht tegen mij, vertelt ze. Dat is snel veranderd. Op een gegeven moment ben ik doorgebroken met musicals en hij ook, en toen veranderde mijn carrière ineens naar YouTuber, en toen weet ik nog dat ik hem een keer een berichtje stuurde en dat hij net deed alsof hij me niet meer kende ofzo. Wat vindt hij vonde daarvan? Ja, het was echt heel awkward en stom. Ik had zoiets van, fuck jou. Ik vond hem toen dus echt ineens mega arrogant. Het was hem helemaal naar het hoofd gestegen. Ik ben hem daarna nog een paar keer tegengekomen en dan kijkt hij me super arrogant aan. Dan kijkt hij zo weg van I don't know you. B sterretje T C H U F sterretje C Nome, oké. Okay? Yvonne deelt op haar betaalde juice kanaal Pikante Juice over Soy. Vooralsnog wil ze daar niet mee naar buiten treden op haar openbare juice kanaal, maar ze sluit niets uit. Ik ga dit in de gaten houden. Ik vind het heel juicy.